Welkom bij weer een nieuwe video, jongens. En mijn excuses, maar afgelopen zondag had ik geen meestervoorspelling voor Ajax-PSV. En dat had ermee te maken. Ik had de ergste kater in jaren, echt in jaren niet zo erg gehad. En ik kwam gewoon letterlijk mijn bed niet uit. Nou, we hebben niks gemist, want het was een draak van de wedstrijd. Nou, niks gemist wil ik niet zeggen. Het einde ging er nog redelijk heet gebakerd aan toe. Maar vandaag spelen we tegen SC Heerenveen in de halve finale van de KNVB-beker. En de KNVB-beker kan echt een hele mooie beker worden voor mij dit seizoen. Want Vitesse staat in de finale. En het zou zomaar kunnen dat we een Ajax-Vitesse krijgen in de finale. Wat voor mij echt een geschenk uit de hemel is, weet je. Ik kom uit Arnhem en ik ben opgegroeid met Vitesse en Ajax. Ik zou het fantastisch vinden als die twee tegen elkaar gaan spelen. Ik ben hier heel even de opstelling aan het maken. En het is heel even zoeken hoe of wat, hoe we gaan spelen. Want ik de nacht even aangeven, ik ga met mijn beste elf spelen. De KNVB-beker is geen troostprijs of iets. We gaan gewoon met de beste elf spelen. Dus ik moet heel even kijken hoe we dan gaan spelen. Ik weet niet of Mazraoui helemaal hersteld is van zijn blessure. Dus ik zet daar nog maar heel even Rensch neer. Achterin lijkt toch Timber het hebben gewonnen van Per Schuurs. Die is gewoon voorbijgestreefd. Daar kunnen we gewoon heel eerlijk over zijn. Blind, op die plek gaat Martinez spelen. En Blind gaat dan op de plek van Tagliafico spelen. Hebben we hier Alvarez op het middenveld met Gravenberg, Klaassen, Anthony, Aller en Tadic. Idrissi, nog niet echt doorgebroken, hè. Neres, af en aan. Anthony lijkt toch daar redelijk de vaste keuze te zijn. Kudus gaat ongetwijfeld minuten maken, maar dat zien we wel tijdens deze wedstrijd. Dit is dus de 11 van vanavond. Rensch, Timber, Martinez, Blind, Alvarez, Gravenberg, Anthony, Klaassen, Tadic en Aller. Gaan we naar de wedstrijd toe. Oh, wacht even. Game settings. We moeten wel in de avond spelen natuurlijk. Kijk, het is winter. 9 uur vanavond. Zo laat is de wedstrijd. En trouwens ook gelijk heel even erbij zeggen. Voor de mensen die de wedstrijd samen willen kijken. Most Tavern is vanavond gewoon geopend. Dus mocht je gezellig de wedstrijd met ons willen gaan kijken. En de voice chat willen joinen. Doe dat vooral. Sla wat biertjes in. Dan gaan we gewoon een hele gezellige wedstrijd tegemoet. Althans, dat is de bedoeling. We zijn hier in het Abelenstra Stadion. Niet het echte Abelenstra Stadion, maar lekker belangrijk. Ik heb hier Ajax heel even in het zwarte shirt laten spelen. Ik denk niet dat dat vanavond het geval gaat zijn. Ik denk dat Ajax vanavond gewoon in het thuisshirt gaat spelen. Met mogelijk een ander broekie. Dus, maar dat kan ik niet kiezen in de game. Dus ik heb maar heel even voor het zwarte shirt gekozen. Het is het Europese shirt, dus ik verwacht niet dat ze daarin zullen gaan spelen. Het is een kleine mogelijkheid, maar ik verwacht het eigenlijk niet. Maarten Stekelenburg zag er niet goed uit tegen PSV. Die vrije trap, ik denk dat die best wel houdbaar was. Ik vond hem niet bijzonder sterk ingeschoten door Sahavi. Vooral, ja, weet je, de bal ging niet eens hoog. De bal ging niet eens strak in de hoek. Ik denk dat Stekelenburg daar gewoon verkeerd stond. En daarna, met dat onhandige balletje wat hij nog binnen probeert te houden. Super dom. En ik geloof best wel dat hij gelijk heeft. Dat de bal al uit was. Maar waarom zou je dat risico nemen, man? Dat is toch raar? Ah ja, het is wat het is. Hebben jullie een beetje genoten van afgelopen zondag? Want ondanks dat we niet hebben gewonnen, ondanks dat het echt een draak van de wedstrijd was, is de manier waarop het weer tot stand komt toch wel weer... Ja, is het genieten? Mag je zeggen genieten? Fuck it, ik zeg het gewoon, genieten. Want heel eerlijk, ik zou me als PSV'er toch wel een beetje genaaid voelen in die wedstrijd hoor. Ik bedoel, eerst hadden we natuurlijk dat moment waarbij hij een vrije trap geeft in plaats van een penalty. Nou, oké, kan gebeuren. Misschien had hij te... Oké, dit is zwaar buitenspel. Het is goed, kan gebeuren. Misschien had hij te vroeg gefloten. Dan heb je natuurlijk die goal die ze maken, die wordt afgekeurd vanwege hands. Nou, dat vond ik... Dat was echt belachelijk. Weet je, als je daar gaat fluiten voor hands, dan snap je niet...
hoe voetbal werkt. Oké, Mazzel mee gehad. Vervolgens natuurlijk Martinez, die heel even op de voet gaat staan, op de enkel gaat staan van Xavi. Ik vond het rood. En hier scoort Allaire. Eerste doelpunt van de wedstrijd, 7e minuut. Maar ik vond het rood, man. En Van Egmond gaf later nog wat duiding eraan. En die zei, nou, het was hoogstens geel. Ik weet het niet, hoor. Ik weet het niet, maar oké. Aalteken. En dan, die penalty van Ajax op het einde. Ja, het is zuur. Dat zal ik als eerste toegeven. Maar je kan niet zeggen dat hij onterecht was, toch? Dat lijkt mij niet. Dat was een terechte penalty. Dus dat was Ajax-PSV. Al met al weinig genieten qua veldspel. Maar er gebeurde in ieder geval weer een hoop. En dat zijn toch die momenten die je bijblijven. En we kunnen op het einde niet het opstootje tussen Dusan Tadic en een Dumfries vergeten. Jezus, wat was dat kinderlijk. Wat kinderlijk, maar wel genieten. Weet je, misschien ben ik gewoon zo'n ramptoerist. Dit is toch geen penalty, man. Dit is toch geen penalty? Hoe is dit een penalty? Kijk dan. Perfect op de bal. Nou, man, slidings zijn echt slecht gedaan in FIFA altijd, man. Zag ik maak de spoel maar terug. Ik ging juist heel vroeg, zodat ik die bal kon blokken en de voorlag. En hij mist. Oké, ik heb niks gezegd. Terug naar Tadic en Dumfries. Jezus, man. Dat die twee gasten zo elkaar zo uit de tent laten lokken. Echt belachelijk. Tadic, kom op, man. Weet je, ik snap het. Ze proberen je uit je spel te halen. Dat is wat jij ook zou doen, toch? Als iemand de penalty moet gaan nemen. Dan ga je toch niet daarna je gram halen op de manier waarop hij dat deed. Maar oké, whatever. Dan maken we er gewoon 2-0 van. 0-2. Davy Klaassen. Goeie voorzet van Dele Blind hier. Oké, ik denk dat er weer een moeilijkheidsgraad omhoog moet. Maar één moeilijkheidsgraad omhoog is al gelijk zoveel moeilijker. Dat kan ik dan echt weer voor geen meter. Ja, dit is een lekker balletje hoor. Kijk, hop, tjop. Precies over die centrale verdediger heen. Ja, en vervolgens is de keeper kansloos. Dan moet je gewoon puur geluk hebben. Maar daar kan je niet meer op reageren. Weet je, en dat Tadic zich zo uit de tent laat lokken, dat is ongelooflijk. En vervolgens ook Dumfries, omdat hij iets zei over zijn moeder. Kom op, man. Weet je, dat je daar op middelbare school nog boos over werd? Oké. Maar kom op, hij kent je moeder niet eens, man. Wat interesseert jou het nou wat hij over je moeder zegt? Tenminste, ik begrijp daar niks van. Als iemand wat over je moeder zegt, is het toch gewoon een lul? Dat is toch hun probleem? Dat is toch niet jouw probleem? Ja, ik vond het een beetje raar. Maar het allermooiste vond ik nog, en ik weet niet of jullie dat gezien hebben, was het interview na afloop. En dat was echt een kleuterklasje, man. Vooral dat interview, kijk, met Dumfries viel het nog wel mee. Maar dat interview met Dusan Tadic op ESPN, beschamend. Echt beschamend. Ja, maar hij zei wat. En hij zei, dan kan ik toch niet niks zeggen, dan moet ik wel wat zeggen. Echt, het was letterlijk dat niveau. Ah, kom op, Allaire, wat doe je nou? Het was echt letterlijk dat niveau. Maar hij begon. Ja, wat wil je dan? Dat ik niks ga zeggen? Ik kan toch niet weglopen? Ja, dat kan je wel. Je bent een fucking 30-jarige man. Dat kan je heel goed. Dat verwacht inmiddels de maatschappij ook van je op die leeftijd, dat je dat dan doet. Maar oké, whatever. Weet je, in het heet van de strijd. Mij maakt het niet uit. Ik vond het vermakelijk om te zien. En jij misschien ook wel. Ik vond gewoon lachen. Beetje leven in de brouwerij. Voegt ook wat toe aan zo'n wedstrijd, toch? Althans, dat is mijn mening daarbij. Nou, kom op. Maar hoe kan het dat Ajax zo slecht speelde? Hè? Vooral als ik de eerste 10 minuten zag.
Bij de eerste 10 minuten had ik het idee van, oh, we gaan PSV. Gaan we echt helemaal kapot spelen. Die eerste 10 minuten, die waren zo goed. Het waren misschien wel de beste 10 minuten van het jaar. Vervolgens scoor je niet. De kansen hadden we natuurlijk wel. Ik denk als je in de eerste 10 minuten 2-0 voor staat, dat niemand wat kan zeggen. Zo goed was het. En Timber die nog over de bal maait terwijl hij de 16 in rent. Rens met die voorzet die uiteindelijk op de paal wordt getikt door deze. Ja. Weet je, echt goed gevoetbald. Volgens mij had Haller nog gekant. Ja, nou, dat was veel later in de wedstrijd. Natuurlijk die kopbal van Haller. Ja, eerlijk, die moet hij gewoon maken. Denk ik. Ik denk Ryan Gravenberg. Dat hij er daar niet zo heel goed uitzag. En niet dat alles naar erin moet, hoor. Maar dat was gewoon een grote kans. Die had hij gewoon moeten maken. En dan, dat is misschien ook zo'n moment waarbij de wedstrijd kan kantelen, weet je wel. Ik had trouwens ook nog een interview gezien met Sebastien Haller. Volgens mij is dat... het werd uitgezonden op ESPN. Maar volgens mij was het een interview van Ajax TV. Met Sebastien Haller in Amsterdam Tower. Leuk interview. Openhartig interview. Leuke jongen ook. Dus ik mag hem wel. Ik hoop dat hij gewoon lang bij Ajax blijft. Hij heeft de perfecte leeftijd ervoor. Oh, grote kans. Van Alvarez. Is zijn gezicht nou veranderd in de game? Hij lijkt er al iets meer op. Nog steeds niet echt hoor. Geen facecan of zo, maar hij lijkt er al iets meer op. Maar raar dat het niveau zo kan afglijden. Ik denk dat we echt alle hints aan dek moeten houden vanavond. Willen we van SC Heerenveen winnen. Kijk, Heerenveen, voor hun is het natuurlijk... Hoppakee! Wie is dit? Gravenberg, ja natuurlijk, Gravenberg. Wat schiet hij hem ook heerlijk in, hè? Hard, hard! Hard in de bovenhoek. Maar weet je, voor SC Heerenveen is zo'n prijs alles. Zo'n bekerfinale. Zeker wanneer je weet dat je tegenstander in de finale Vitesse gaat zijn. Weet je, dan is de kans op een prijs ineens veel groter dan wanneer je tegen Ajax of PSV in de finale moet. Dus ik denk dat Heerenveen echt alles op alles gaat zetten om vanavond te winnen. En als Ajax niet oppast, dat SC Heerenveen gewoon veel gretiger uit de startblokken komt. Maar daar kan nog wel eens een probleem op leveren. Om te zien natuurlijk bij Ajax. Dat wanneer de tegenstander er echt fel op zit, goed vroeg druk zet en dat ook lang blijft volhouden, dat Ajax daar nog best wel wat moeite mee heeft. Ik ga even wat wissels doorvoeren. Neres zet ik op links buiten. En wacht even, ik haal Alvarez eruit voor Klaassen. Tadic hier. En dan gaan we met Idrissi. Gaan we spelen. We gaan met Neres spelen. Ga ik die twee omwisselen? Ja, dat ga ik doen. En dan zetten we Brobby in de spits. Ajax heeft de moed nog niet opgegeven. Ajax probeert nog steeds Brobby een nieuw contract te laten ondertekenen. Dat leek natuurlijk 2 weken geleden leek dat helemaal klaar. Maar Ajax zegt de hoop nog niet te hebben opgegeven. En die hopen hem nog te strikken. Ik hoop het ook. Ik vind die jongen toch een goede indruk maken de hele tijd. En ik zou het gewoon doodzonde vinden als hij naar Leipzig gaat of zo, weet je wat. Dan zien we misschien niks meer van hem. En misschien ook wel, weet je. Ik vind het zo makkelijk om te zeggen, oh, als je te vroeg naar buitenland gaat, dan is je carrière voorbij. Hoeft helemaal niet. Als je goed genoeg bent, ben je goed genoeg. Daar gaat het niet om. Gewoon de meeste van die jongens waren niet goed genoeg. Dat kan toch? Dus laten we daar ook alsjeblieft niet te moeilijk over doen. Maar, ik vind hem een goede indruk maken de afgelopen weken. Natuurlijk die fantastische goal gemaakt in Frankrijk. Dat was uitstekend. Maar ook nu telkens wanneer hij erin komt. Hij zorgt toch wel voor dreiging. En het is nog niet allemaal perfect hoor. Zeker niet. Maar een leuk speler om te zien. Naar midden. Tadic. Oh.
but he sent it wide of the post. Well, it's quite easy to head that one over the bar this time. En of die echt topmateriaal is, weet je. Daar gaan we nog achter komen, dat weten we helemaal niet. Dat weten we helemaal niet. Dus wat ik al zeg, mensen die hem al afschrijven omdat hij naar het buitenland gaan, kan ik niet serieus nemen. Maar mensen die hem echt insane bejubelen en hem al een golden boy noemen en zo, kan ik ook niet serieus nemen. Hij maakt een goede indruk. Maar laat het hem eerst maar eens over een heel seizoen zien. In het eerste van Ajax. En dan kunnen we een kleine inschatting maken over waar hij staat en hoe goed hij is. Dat laten we alsjeblieft niet vergeten. Hoe het met Dolberg is gelopen. Dat was een jongen die ook ongelooflijk sterk begon bij Ajax. Nee. Dat paste niet. Tadic. Goeie 1-2 opgezet met Gravenberg, maar mocht niet baten. Lekker schot wel. Keeper zit daar goed bij. 0-3 dus. En dat is het gekke bij Ajax. Het zou vanavond zomaar zo kunnen gaan. Dat je na een helft alweer 3-0 voor staat. Het zou zomaar kunnen. We weten, Ajax kan echt heel goed spelen. En het kan ook zomaar zijn dat we gewoon 1-0 of 2-0 verliezen vanavond. Er valt af en toe geen pijl op te trekken. En Klaassen hier met de 0-4. Uit de klutsbal. Valt voor zijn voeten. Ja, dat is een koud kunstje om het zo af te maken. Even kijken. Ja. Volgens mij een kopbal van Gravenberg. Van wie was de kopbal? Ja, Gravenberg. En dan gaat hij wel langs een hoop paar benen. Maar vliegt hij er alsnog erin. Goed doelpunt, David Klaassen. Nou, laten we nu even wat gallery play gaan doen dan, toch? Staat 0-4. Ik vind het prima zo, maar ik moet ook het publiek vermaken natuurlijk, hè. Volgende keer spelen we op de allerhoogste moeilijkheidsgraad weer. Dan misschien verlies ik weer. Waarschijnlijk wel. Maar dit is te makkelijk geworden. Er staat nu op World Class. Ik moet weer beter worden in PES, man. Ik vind vooral die meeste voorspellingen in PES. Ik speel slecht. Wat speel ik slecht daar, zeg. Terwijl PES mijn lievelingsgame is, hè. Maar ik zit gewoon niet meer in die flow. Je moet gewoon in de flow komen bij één van die twee games. Kijk, daar oud Ajax ziet. Lasse Schöne. Sien de Jong ging er al eerder af. Maar dat is ook leuk. Leuk natuurlijk. Een weerzien met Lasse Schöne en Sien de Jong. Ik moet wel zeggen. Tuurlijk, ik vind het leuk dat we tegen hun spelen. Maar ik had het veel vetter gevonden als de halve finale Ajax Feyenoord was geweest. Dat zorgt toch gewoon voor een leuke wedstrijd. En de andere halve finale, dat Vitesse NEC was geweest. Want de Gelderse derby. Ja, ik snap dat je er niks mee hebt wanneer je niet uit deze regio komt. Maar ik vind oprecht de Gelderse derby vind ik leuker dan de klassieker. Echt leuke wedstrijden. En de energie in het stadion ook. Echt lachen. Dus ik had gehoopt dat de twee halve finales zouden worden. Helaas pakt het anders uit. Nee! Slecht gedaan, man. Clean sheet wel houden, toch? En Martinez als centrale verdediger. Ik vind het echt een heerlijke centrale verdediger, man. Ik had begin van het seizoen nog iets van, middenveld kan die ook wel. Nee, Blind is echt veel beter op het middenveld. En Martinez is echt heerlijk in de verdediging, man. Alleen hij moet niet van die gekke dingen doen. Idrissi. Net te langzaam. Maar hij moet niet van die gekke dingen doen. Dat is dan weer dat Zuid-Amerikaanse temperament, weet je wel. Mitchell van Bergen hier. Pats, daar zitten we er goed bij. Hoppa, nog een keertje. Nee! Niks aan de hand. Hopelijk was dat... dingetje met Maarten Stekelenburg was dat maar voor één wedstrijd. Oh, trouwens, we moeten nog wel heel even bespreken. Er was ook nieuws vanuit Ajax. Wist de Telegraaf vandaag te melden. Het contract met Blind gaat waarschijnlijk verlengd worden. En niet alleen het contract met Blind.
Ook die met Mazraoui. Beide Ajaxiden zouden op de nominatie staan voor een verlenging. Het contract van Mazraoui loopt volgens mij eind 2022 af. Kent een sterk seizoen. Alleen ook een seizoen geteisterd door blessures. Ik hoop niet dat dat iets is wat we veel vaker nog gaan zien bij hem. Dat het niet chronisch is, zeg maar. Dat het niet een halve Arjen Robben is. Want ik kan me volgens mij nog vaag herinneren dat hij dat in het verleden ook wel eens heeft gehad. Over vermoeidheid, overbelasting. Dus ik hoop dat dat iets uit het verleden zal gaan blijven. Maar zijn contract gaat verlengd worden. Heel erg blij mee. Die Verblind gaat verlengd worden. En Ten Hag had ook nog iets over Idrissi. Ja, en ja, ik weet niet hoe je dat soort nieuws altijd moet opvatten hoor. Maar hij zei, die jongen doet het uitstekend op training en hij zit er echt aan te komen. Maar ja, hij is natuurlijk een huurling van Sevilla. Volgens mij met de optie tot koop. Weet je, correct me if I'm wrong in de comments. Maar volgens mij heeft hij een optie tot koop. Ik wil toch zien wat die jongen in huis heeft. En het is altijd goed om meer concurrentie te hebben, want er zal ongetwijfeld weer iemand vertrekken. En dat de achterkant is vrij groot dat Neres gaat zijn. Anthony uiteraard nog niet. Nou, je hebt Promes al verkocht. Wat Ajax volgens mij echt fantastisch heeft gedaan. Hè? 8,5 miljoen direct. En dat kan oplopen tot 11 miljoen met bepaalde clausules. Maar, allerbelangrijkste... Promes lijkt toch best wel een groot aandeel te hebben in een flink fluitconcert trouwens. Lijkt toch best een groot aandeel te hebben in dat incident van een paar maanden geleden. Er is nu beslag gelegd op zijn huis. En als hij schuldig wordt bevonden, dan gaat hij gewoon de bak in. En het kan zelfs zo zijn dat hij uitgeleverd moet worden door Rusland. Nou, kan je je dat voorstellen? Dat als die jongen schuldig wordt bevonden... ze hem hebben gekocht en dat hij gewoon de bak in moet in Nederland. Zal ongetwijfeld zullen daar ook verzekeringen voor zijn afgesloten en clausules in het contract zijn opgenomen. Ze zijn niet achterlijk bij Spartak Moskou. Dat was volgens mij ook een van de redenen waarom het langer duurde voordat die transfer rond was. Want die leek al veel eerder in een veel eerder stadium in Kannen en Kruiken. Maar Ajax lijkt hier toch wel spekkoper te zijn. Gekocht volgens mij voor 15 miljoen. Nou, nu weten te verkopen voor 11 miljoen. Nou, hij is 29 geloof ik. Ja, dat is een goede leeftijd voor hem om nog een stap te maken. Nou, voor Ajax ook om afscheid te nemen. Want na 2 jaar, er lijkt gewoon niet zo heel veel meer in te zitten. En zeker met die perikelen rondom het incident van eerder. Denk ik dat Ajax dat uitstekend heeft gedaan. En mijn compliment weer aan Mark Overmars. Die echt ontzettend solide... lijkt te zijn. Alleen maar hele sterke beslissingen maakt en ook sterk overkomt in de media. Ik vond hem op het begin altijd een beetje een sulletje. Maar nu is hij best wel gehyped. Ik vind het mooi om te zien. Ik hoop dat hij bij Ajax blijft. Ik hoop niet dat hij naar Arsenal of Barcelona gaat, wat de geruchten af en toe zijn. Maar we gaan het zien. Ik hoop dat hij bij Ajax blijft. Jongens, dit was een meeste voorspelling. SC Heerenveen, Ajax 0-4. En als we dit allemaal mogen geloven, wordt het appeltje-eitje vanavond. Laten we in ieder geval hopen dat het voetbal beter gaat zijn dan tegen PSV. Ik wens jullie heel veel plezier. Mocht je het nou vanavond willen zien, twitch.tv/koosgk. Most Tavern, daar kijken we gezamenlijk de wedstrijd. Dus wil je dat doen, hartstikke gezellig. Heb je deze video gekeken en vond je het een leuke video? Laat dan heel even dat duimpje omhoog achter. En vergeet niet te abonneren. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Ciao.